Ik nodig nu uit voor zijn toespraak de burgemeester van de gemeente Breda, de heer Van der Velde. Zapraszam teraz do wygłoszenia przemówienia burmistrza gminy Breda, pana Van der Velde. Excellentie, dames en heren. Talentio, pani i panowie. Ook dit jaar, tijdens de 69ste herdenking van de bevrijding van Breda, is het indrukwekkend hier samen met u op het Pools Militair Ereveld te zijn. Indrukwekkend, omdat meer dan 160 Poolse strijders hier hun laatste rustplaats hebben gevonden. En een van hen, tot voor kort de onbekende soldaat, krijgt vandaag eindelijk zijn naam terug. Panie i panowie. Również w tym roku, podczas obchodów 69. rocznicy wyzwolenia Bredy, to wyjątkowe przeżycie być tu razem z Państwem na polskim honorowym cmentarzu wojskowym. Wyjątkowe, ponieważ swoje ostatnie miejsce spoczynku znalazło tu ponad 160 polskich żołnierzy, a jeden z nich, do niedawna nieznany, odzyska dzisiaj swoją tożsamość. Edward Ciesler stond als onbekende soldaat symbool voor al die gevallen strijders die naamloos begraven zijn. In speurtocht van tientallen jaren door de heren van Alphen en ook brachten de identiteit van de onbekende soldaat aan het licht. Met daarmee het bijzondere verhaal over de Poolse jongen die de Duitse Luftwaffe moest dienen. Deserteerde uit het leger en op 30 maart 1945 als verzetstrijder in Nederland door de Duitsers werd vermoord. Bijna 70 jaar was Edward Ciesler de onbekende soldaat. Vele jaren achtereen legden wij bloemen en brandden wij kaarsen bij zijn graf. Maar nu kennen we zijn naam. Na bijna 70 jaar kan de familie van Edward Ciesler eindelijk zijn graf bezoeken. De familie van Edward Ciesler is voor het eerst in ons midden. In het eerbetoon dat wij vandaag aan alle Poolse oudstrijders en gevallen brengen, noemen wij nu ook vanaf vandaag met trots Edwards naam. En vertellen wij zijn familie hoe dankbaar Breda, Edward en alle Poolse militairen is voor de offers die zij gebracht hebben voor ons. Het verhaal van Edward laat ons zien dat achter elk kruis op onze erevelden de unieke geschiedenis schuilt van een man die vocht voor onze vrijheid. Breda en omgeving hebben hun vrijheid te danken aan de 1e Poolse Panzerdivisie onder leiding van generaal Maciek. We gedenken vandaag met overtuiging, maar ook met diep respect, de vele Poolse jongens en mannen die de hoogste prijs betaalden voor onze vrijheid. Vanochtend waren we op het ereveld in het Ginneke, waar nog eens 80 Poolse soldaten begraven liggen. We memoreren al deze jongens. Allemaal waren zij even belangrijk. In totaal vonden meer dan 500 dappere Poolse soldaten in Nederland de dood. Wij zullen en mogen dat nooit vergeten. Vandaag staan wij niet alleen stil bij het verleden.
maar ook bij het heden. Juist in deze toenemende gecompliceerde tijd, waarin mensen vaak eerder van elkaar verwijderd raken dan dat ze elkaar vinden, moeten we voor elkaar openstaan. We dragen nu eenmaal verantwoordelijkheid voor elkaar. Voor elkaar, voor vrede en voor vrijheid. En met elkaar kunnen we dat ook. Myślimy dzisiaj jednak nie tylko o przyszłości, ale także o dniu dzisiaj. Dames en heren, 69 jaar na de bevrijding van Breda door de Poolse strijders, staan we hier omdat we willen en moeten blijven herdenken. Ik ben dankbaar en met mij alle Bredanaars. En dat verwoord ik graag namens velen. Wij danken de Polen. Dziękuję wam, Polacy. Jestem wdzięczny i mówię to w imieniu wielu innych. Dziękujemy Polakom. Dziękujemy wam, Polacy. Ik mag nu uitnodigen voor zijn toespraak de ambassadeur van Polen, zijn excellentie Borkowski. Czcigodni weterani, szanowni przedstawiciele władz polskich i holenderskich, dear Dutch friends, panie i panowie. Eerbiedwaardige veteranen, geachte vertegenwoordigers van de Poolse en Nederlandse overheid, geachte Nederlandse vrienden, dames en heren. Dzisiaj świętujemy 69. rocznicę wyzwolenia Brytyj. Witam liczną delegację przybyłą z kraju, na czele z panią minister Żelazowską, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Senatu oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a także licznych organizacji kombatanckich. Vandaag vieren we, dat 69 jaar geleden Breda is bevrijd. Ik begroet de talrijke delegaties uit mijn land, met minister Żelazowska aan het hoofd. Vertegenwoordigers van de kanselarij, van de president van Polen, van de Senaat en de regering van Polen. En tevens talrijke veteranenorganisaties. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, Polacy i Holendrzy, aby jeszcze raz pochylić się nad grobami żołnierzy generała Maczka. Że jesteśmy tutaj, aby oddać hołd tym, którzy tutaj zginęli za wolność Polski, Holandii i całej Europy. Ik verheug me dat we hier samen zijn, Polen en Nederlanders, om ons nogmaals te buigen over de graven van de soldaten van generaal Maciek. Dat wij hier zijn om eer te betuigen aan hen die zijn gevallen voor de vrijheid van Polen, Nederland en heel Europa. Ik dank mijn landgenoten hartelijk, de nazaten van de bevrijders van Breda, die met zulke overgave de herinnering aan onze soldaten hooghouden, de begraafplaatsen en historische plekken verzorgen, en zich verenigen in verenigingen, stichtingen rond het generaal Maciek Museum. Ik zou willen dat deze maatschappelijke activiteiten zich verder ontwikkelen en dat de volgende generaties, jongeren en kinderen, bij dat belangrijke werk worden betrokken. Geachte aanwezigen, in april dit jaar kwamen we op dezelfde plaats bijeen om een nieuwe tulp naar generaal Maciek te vernoemen. Dat was voor mij buitengewoon ontroerend en om op zo'n alledaagse en tegelijk vrolijke manier de herinnering hoog te houden aan de man die vele lokale samenlevingen in Nederland de vrijheid heeft teruggegeven. Ik hoop dat deze tulpen een symbool worden van de vrede tussen de volkeren en een nieuw voorbeeld van de Pools-Nederlandse vriendschap. Szanowni Państwo, pamięć o II wojnie światowej to nie tylko sprawa historyków, to sprawa nas wszystkich. Graag aanwezigen, herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is niet alleen een zaak voor historici, het is een zaak voor ons allen. Dlatego cieszę się, że są wśród nas entuzjaści, którzy tę pamięć kultywują. Wśród nich jest Holender, pan Jos van Alphen. Dzięki niemu możemy z jeszcze jednego polskiego grobu na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie zdjąć tabliczkę Nieznany żołnierz i przywrócić historii imię jeszcze jednego z bohaterów tamtych czasów. Miał 18 lat, gdy zginął. Daarom verheugt het mij dat onder onze enthousiaste personen zijn die deze herinneringen overhouden. Onder hen is een Nederlander, Jos van Alphen. Dankzij hem kunnen we van nog een Pools graf op het Poolse militaire ereveld in Breda het bordje onbekende soldaat verwijderen en de naam
van nog een van de helden uit die tijden aan de annalen van de geschiedenis toevoegen. Edward Czeslaw, die in het graf rust, was 18 jaar oud toen hij sneuvelde. Geachte meneer Van Alten, hartelijk bedankt. Dziękuję panu za pańskie zaangażowanie. Ik dank u voor uw betrokkenheid. Takiej pracy jak pańska nie chodzi jedynie o upamiętnienie przeszłości, kultywowanie pamiątek. Żyjemy dziś w Unii Europejskiej i wojna wydaje nam się nieprawdopodobna. I bardzo dobrze. In je werk gaat het niet alleen om het vastleggen van het verleden, het cultiveren van souvenirs. We leven vandaag in de EU en een oorlog lijkt ons onwaarschijnlijk en dat is heel goed. Ale trzeba pamiętać, że przez wieki nie było to oczywiste. Każde pokolenie, także dzisiaj, musi uczyć się, jak żyć razem z innymi narodami w warunkach szybko zmieniającego się świata. Szczególnie na tak niewielkim skrawku, w sumie skrawku ziemi jak Europa. To też pielęgnowanie historii o wojnach światowych, o tym, jak do nich doprowadzono, jak bolesne było wyzwalanie spod okupacji nazistowskich Niemiec, jest działaniem jak najbardziej praktycznym i uzasadnionym. Maar wij moeten beseffen dat dit eeuwenlang niet vanzelfsprekend was. Elke generatie, ook vandaag, moet leren samen te leven met andere volkeren in de snel veranderde omstandigheden van onze wereld. In het bijzonder op zo'n uiteindelijk redelijk klein stukje land als Europa. Dus het cultiveren van de geschiedenis van de wereldoorlogen, over hoe zij tot stand zijn gekomen en hoe pijnlijk de bevrijding van Nazi-Duitsland was, is een zeer praktische en redelijke aangelegenheid. Pamięć o tragicznej historii ma bowiem uświadomić dzisiejszemu i kolejnym pokoleniom Europejczyków, jak wielką wartością jest możliwość nieskrępowanej pracy na rzecz pomyślności naszego kontynentu, bez konieczności walki z tyranią i odbudowy spod zniszczy wojennych. De herinnering aan de tragische geschiedenis hoort namelijk de huidige en toekomstige generaties Europeanen bewust te maken hoe groot de waarde is om ongehinderd te kunnen werken aan de voorspoed van ons continent zonder de noodzaak te strijden tegen tyrannie en de verwoestingen van de oorlog weder op te bouwen. Dear Dutch friends, I wish to thank the local authorities and all Dutch friends who cultivate so eagerly the memory of General Maček and his troops. Please accept the words of my gratitude on behalf of the Republic of Poland. Geachte Nederlandse vrienden, ik wil dank uitbrengen aan de lokale overheden en alle Nederlandse vrienden die met zo'n overgave de herinnering aan generaal Maček en zijn troepen hoog houden. Wilt u goed zijn zijn dankbaarheid namens de Republiek Polen te aanvaarden. Dziękuję bardzo. Bedankt. Dziękuję bardzo. Bedankt. Mag ik nu uitnodigen voor haar toespraak vice-minister Bozena Zelazowska van het ministerie voor de Veteranen en Onderdrukte Zaken in Polen. Zapraszam teraz do wygłoszenia przemówienia panią minister Bozenę Zelazowską, zastępcą kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Czcigodni kombatanci, weterani walk, ekscelencjo, panie burmistrzu, przedstawiciele parlamentu i rządu Rzeczpospolitej Polskiej, panowie generałowie, szanowni państwo. Na szlaku bojowym 1. Dywizji Pancernej Breda zajmuje miejsce szczególne i jest często przywoływana ze wspomnienia polskich weteranów. Pozwolę sobie zacytować fragment jednego z takich wspomnień. Czytamy w nim o mieszkańcu Bredy, który podczas walk niósł wraz z synem dzban kawy dla dwóch polskich żołnierzy. Ci żołnierze to twoi oswobodziciele. Podziękuj im za to, powiedział do syna. Chłopak nie zdążył. Świst pocisku zlał się z eksplozją. Zginęli obaj. Zginął Holender. Wylała się gorąca kawa zmieszana z polską i holenderską krwią.
Geachte aanwezigen, op de gevechtsroute van de 1e Poolse Panzerdivisie neemt de stad Breda een speciale plaats in en komt vaak voor in herinneringen van oudstrijders. Allereerst wil ik graag een fragment citeren van een van deze herinneringen. We lezen over een bewoner van Breda die tijdens de gevechten een kan met koffie met zijn zoon naar 2 Poolse soldaten wilde brengen. Hij zei tegen zijn zoon, deze soldaten, dat zijn jouw bevrijders. Bedank hen voor... Verder kwam hij niet. Het geluid van een kogel versmelt met een explosie. Beide vrienden en de Nederlanders zijn omgekomen. De hete koffie is weggestrooid en werd gemixt met Pools en Nederlands bloed. Przytoczone zdarzenie ma wymiar symboliczny i ukazuje bliski związek dwóch narodów, których przedstawiciele spotkali się w wojennym zamęcie 69 lat temu. Ten związek trwa. Przekonujemy się o tym zawsze i na każdym kroku. W mieście, w którym obecność polskich żołnierzy została upamiętniona w sposób spektakularny i wszechstronny. Przekonujemy się o tym również w tej chwili, gdy jesteśmy tak serdecznie przyjmowani. Breda na stałe zagościła w sercach polskich weteranów. Nie tylko jako żywe wspomnienie młodości i zwycięskich walk, ale również jako miasto, które wciąż niezmiennie potrafi okazać im wdzięczność. Deze gebeurtenis heeft een symbolische betekenis en laat een nauwe band zien tussen de twee naties, van wie vertegenwoordigers elkaar 69 jaar geleden hebben ontmoet in de oorlogschaos. Deze band bestaat nog steeds. Dat kunnen wij altijd en overal zien in de stad, waar de aanwezigheid van de Poolse soldaten op een spectaculaire en veelzijdige manier aan wordt herinnerd. Ook nu is het weer bevestigd, wanneer wij zo vriendelijk zijn verwelkomd. Breda zit altijd in de harten van de Poolse oudstrijders. Niet alleen als levende herinnering aan hun jeugd en overwinnende gevechten, maar ook als een stad die onveranderd haar dankbaarheid laat zien. Pamięć o wspólnej walce trwa dzięki wysiłkowi licznych osób i instytucji, które dbają o groby Polaków spoczywających na wojskowych cmentarzach honorowych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej i innych formacji zbrojnych, w tym lotników, żołnierzy holenderskiego ruchu oporu. Badania prowadzone przez pana Josa van Alphen pozwoliły zidentyfikować pochowanego na cmentarzu żołnierza Edwarda Cieślara, który przez lata pozostawał bezimienny. Jest to znamienny przykład przywrócenia pamięci o konkretnym człowieku, Polaku, który poległ w walce o wolność Holandii. De herinnering aan de gezamenlijke strijd duurt voort dankzij de inzet van talrijke personen en instanties die zorgen voor de Poolse graven, die op de Poolse militaire erevelden rusten. Soldaten van de 1e Poolse Panzerdivisie en andere militaire eenheden, inclusief vliegeniers en soldaten van het Nederlands ondergronds verzet. Onderzoek dat door de heer Jos van Alphen werd geleid, heeft de identificatie van de soldaat Edward Cieślar, die vele jaren als onbekende rustte op dit kerkhof, mogelijk gemaakt. Dit is een belangrijk voorbeeld van de teruggave van de herinnering aan een concreet persoon, de Pool die voor de vrijheid van Nederland is gesneuveld. Wolność to wartość uniwersalna, niezmiernie wysoko ceniona w Polsce, w Holandii i na całym świecie. Dla naszych żołnierzy ważna była świadomość, że bijąc się o wolność innych narodów, walczą jednocześnie o Polskę. Jest ironią historii, że na wyzwolenie swojego kraju z okowów kolejnej, tym razem komunistycznej niewoli, nasi weterani czekać musieli jeszcze bardzo długo. Vrijheid heeft een universele waarde, die zowel in Polen als in Nederland en in de hele wereld bijzonder hoog wordt gewaardeerd. Voor onze soldaten was de gedachte dat als ze voor de vrijheid van andere landen vochten, ze tegelijk voor Polen vochten. Heel belangrijk. Ironisch in de geschiedenis is het feit dat de Poolse veteranen nog zeer lang moesten wachten tot hun land van de volgende, deze keer communistische bezetting, werd bevrijd. Generaal Stanisław Maczek, dowódca 1. Dywizji Pancernej, który po wojnie osiadł na emigracji, był w gronie tych, którzy doczekali wolnej Polski, choć ziemi ojczystej nie było już mu dane zobaczyć. Zapisał on chwalebną kartę w dziejach, wspaniale dowodząc na wielu frontach wielu wojen, w różnych miejscach Europy.
to, że ten narodowy bohater Polaków ma na miejsce wiecznego spoczynku wybrał Bredę, jest wielce znaczące i bardzo wiele mówi o naszych związkach z tym pięknym miastem. Generaal Maciek, komandant van de 1e Poolse Panzerdivisie, die zich na de oorlog in het buitenland vestigde, was een van de mensen die toen Polen was bevrijd, toch hun vaderland niet konden bezoeken. Hij heeft een prijzenswaardige pagina in de geschiedenis geschreven met zijn schitterend leiderschap tijdens de vele oorlogsfronten in diverse plaatsen van Europa. Het feit dat deze Poolse nationale held Breda als zijn laatste rustplaats heeft gekozen, heeft een grote betekenis en zegt veel over onze verbondenheid met deze mooie stad. Pragnę serdecznie podziękować z całego serca władzom i mieszkańcom Bredy za pielęgnowanie pamięci o polskich żołnierzach. Przybyłym kombatantom chcę podziękować za wierność tradycji wyrażonej w słowach za waszą i naszą wolność. Dzieciom polskich kombatantów ze Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy dziękuję za przejęcie od ojców tradycji organizowania uroczystości dla uczczenia pamięci poległych polskich żołnierzy spoczywających na tym polskim honorowym cmentarzu wojskowym i cmentarzu w Osterhout. Dziękuję Państwu bardzo. Graag wil ik hartelijk bedanken de autoriteiten en bewoners van Breda voor het onderhouden van herinneringen aan de Poolse soldaten. De aanwezige uitstrijders voor het trouw blijven aan de traditie die in de woorden voor uwe en onze vrijheid worden uitgedrukt. En de kinderen van de Poolse uitstrijders van de vereniging 1e Poolse Panzerdivisie Nederland voor het overnemen van de traditie van hun vaders, het organiseren van de herdenkingen op dit Poolse militair ereveld en in Oosthout. We gaan nu over tot het zegenen van de graven van de gevallen Poolse militairen. Het woord is aan de Poolse erekapelaan Sławomir Klim. Raz zostaną poświęcone mogiły polskich żołnierzy. Oddając teraz głos polskiemu kapelanowi, honorowemu Sławomirowi Klim. Pytanie z drugiego listu. Pytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Wiemy, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Módlmy się. Boże, Ty wysłuchujesz prośby Twoich wiernych. Daj Twoim sługom, którzy żyliśmy w tych rodach, udział w sojuszu wiecznym z Twoimi świętymi i wybranymi. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. We gaan nu over tot de onthullingsceremonie van het grafkruis van Edward Cesslar en het bijbehorend begrafenisritueel. Mag ik de nabestaanden van wijlen Edward Cesslar, dominee Ferguson en alle nauw betrokkenen bij het onderzoek als mede de ambassadeur van Polen, de burgemeester van Breda, de stadsdokter, de heer Blokhuis, de luchtkapelaan, de uitnodiging voor het graf van het tekort van onbekende soldaten. Teraz nastąpi ceremonia pogrzebowa Ciślarza oraz rytuał pogrzebowy. Zapraszam rodzinę świętej pamięci Edwarda Ciślara, pastora i profesjonera, wszystkich, którzy zaangażowani byli w badania, również ambasadora Polski, burmistrza Bredy, minister żelazowską pana Kratajska oraz Sławomira Klima, aby złożyli, przyjrzyli się do mogiły, która do niedawna była mogiłą nieznanego żołnierza. Kort daarna werden beide door de Nederlandse politie gearresteerd en door een Duitse krijgsraad veroordeeld tot de doodstraf. Maar vluchtten op tijd te ontsnappen. Daarna werden ze de tweede maal gearresteerd, maar ook toen wisten ze weer te ontkomen. Vervolgens kwamen ze bij het Nederlandse verzetrecht op de Veluwe, waar ze zeer gewaardeerde medewerkers werden. In 1945 was Edward onderdoken bij Jan Voortenburg in Siemens. Daar werd geschoren van de raad door de Duitsers een inval gedaan. Edward had van tevoren gezegd dat hij zich geen derde keer ging arresteren, omdat
aresztować po raz trzeci, ponieważ oznaczałoby to pewną śmierć. Więc wyszedł opanowany i spokojny na podwórze Hollenbergo. Niemcy go chowali, ale on szedł wolno, aż został zastrzelony. W ten sposób zakończyło się życie 18-letniego Edwarda Cieślara. Zo dadelijk wordt door twee leden van de Ewacht en vier nog bedekte gangvuis onthuld. Op het juist onthulde gangvuis is nog volle tekst te lezen. En qua Tesla, Nederlands gezet. Geboren op 12 juni 1926, overleden. Dit is van Fanfare Fidelis, gaat even spelen het Poolse Volkslied. Afsluitend boek het Nederlandse Volkslied. Orkiestra Fanfare Fidelis obawia teraz Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie Hymn Państwowy Królestwa Niderlandów.